Ik ben niet racistisch hoor, maar ik vind wel dat hij af en toe heeft hij wel heeft hij ook goede punten, toch? Dag meneer Van Duinen. Yo. Hoe is het ermee? Ja, goed man. Met jou? Ja, het gaat goed, maar even voor het beeld. Kunnen we even daar staan? Ja, ben je al tweelingbroer? Ja, wel een knappe gozer, vind je niet? Ja, en er is ook gewoon totaal geen verschil. Nee joh, even groot. Dus nee joh. Haartjes precies nog in hetzelfde model. Ja, baardje een beetje hetzelfde, ja. Is die foto gisteren genomen? Nee. Die is al begin van het seizoen, dus hier is hij nog een beetje bruin, hè, weet je. Net na de vakantie. Ja, en wat het enige wat veranderd is, van het schip is weg, stammen ze nu. Het gaat ook ineens een stukje beter. Ja. Het Jaap-stam-effect. Ja, nee, zeker. Ja, het gaat als een trein eigenlijk. Vorige week na gaat het super, dus ja. Maar goed, we zijn nog niet, hè. Wat is er nou veranderd dan? Is die stammen veel leukere vent? Nee, ik zal niet tekort doen, maar hij doet het wel net iets anders en tot nu toe slaat het aan. Vanoor, we mogen even naar je huis? Ja, zeker. Ja, er staat niet veel, maar je mag het wel zien. Ik hoef niet veel te verwachten? Nee. Ja, ik ben er niet zoveel, dus... Wat doe jij dan? Ja, ik rij terug naar Den Haag of ik ben bij mijn vriendin, dus... Je hebt zelfs een vriendin nu. Ik heb zelfs een vriendin, want vorige keer, ik weet niet of je het nog weet, heb ik gezegd. Ja, toen heb je geadviseerd te tinderen. Gaan we het zo over hebben? Gaan we het zo over hebben, is helemaal goed. Maar een dikke auto, ik zie allemaal Mercedes'en. Jij hebt ook een Mercedes? Ik heb ook een Mercedes, ja. Dus, ik ben heel benieuwd. Ik heb voor jou voor de deur gezet, nu je niet zo ver te lopen. Nou Mike, welke mag het zijn? We pakken die witte. Ja, je denkt ik wil ook echt een extra opvallend kleurtje. Nee joh, nee, deze hadden ze nog staan. En ik moet eerlijk zeggen, ik geef er niet heel veel om. Dus ik dacht dan nemen we die. Keurig bakkie. Ja, het enige, ik had een beetje ruimte nodig achterin. Dus, ja, een station, man. Dat heeft hij wel, ja. Lijkt wel een oude vent. Ja, nee, zeker. Maar goed, wat ik zeg, ik heb het nodig. Dus, waarom dan? Wat zit erachter? Ik heb een hond, dus die moet af en toe mee. Oh, dat is vies. Al die haar in de auto. Ja, zeker. Dus je ruikt het wel als je instapt. Nee, met die hond, ik heb die ruimte nodig, man. Maar, vaseline in de auto, hoor. Ja. Wat is dat voor dan? Af en toe een beetje droge lippen, dus moet je even insmeren. Oh, ik dacht als je met de vrouw in de auto Nee. Dat is veel te gek. Dat is veel te gek, man. Zo gek ben ik niet. Nee, ik heb ook nog nooit met vaseline geprobeerd, maar ik hoor wel eens verhalen. Ja? Ja. Dat weet ik niet. Het is anders, hè. De verkiezingen komen er weer aan. Oh, heel erg. Nee, ik stem wel. Ik stem zeker. Je gaat stemmen? Ja, absoluut. Ik stem altijd wel, maar... En dan van tevoren ga ik een beetje inlezen, doe ik zo'n stembijs. En ben je dan iemand die gewoon zegt, ik ben zo en zo georiënteerd, of is dat een groot geheim? Nee, dat is absoluut geen geheim, maar ik zit nu even te denken voor wat ik laatst heb gestemd. Ik doe altijd zo'n stemwijzer vul ik in en wat eruit komt. En wat komt eruit, meestal? GroenLinks. GroenLinks, nee joh. Dat vond je al niet echt zo'n type. Nee, ik heb... Gewoon Geertje. Ja, die kwam wel een beetje naar voren en volgens mij VVD kan dat. Ja, dat kan. Ja, dus... Maar dat is riskant, hè, als je zegt dat je op Geertje stemt, dan... Misschien dat het in Den Haag nog wel kan. Ik ben niet racistisch hoor, maar ik vind wel dat hij af en toe heeft hij ook goede punten, toch? Het is niet alleen maar... Dat is niet alleen maar slecht, toch? Nee. Er is daadwerkelijk wel, althans vind ik, bepaalde groeperingen binnen de islam zorgen wel voor problemen in Nederland. Ja, dat denk ik ook. En dat vind ik dat ook niet racistisch. Dus, dat mag best benoemd worden. Maar het is wel, als je dat benoemt, die mensen... Die groep kan niet zo goed tegen kritiek. Nee, klopt. Dat is ook zo. Dus daarom zijn we in Nederland denk ik ook wel een beetje voorzichtig met wat we erover zeggen. Ja. Wie wordt er eigenlijk kampioen? Ja, ik denk PSV. Als Hagenees kun je ook niet echt zeggen dat Ajax wordt. Nee. Als stond Ajax met 8 punten af bovenaan was nog... Heb je dan ook die bepaalde... Ja, haat wil ik dat niet zeggen, maar dan... Dat je ook iets tegen Ajax hebt? Nou. Dat je er nooit zou voetballen? Nee, ik denk niet, maar ook gezien mijn kwaliteiten denk ik ook niet dat ik bij Ajax zou gaan voetballen. Maar als je dan... Ik heb meer met Feyenoord bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik mooier en... Als ik dan moet kiezen, dan hoop ik liever dat Feyenoord kampioen wordt, ja. Dat is duidelijk. Dat is hem? Nee. Nee joh, ik ben alleen, dan moet ik met zo'n groot huis. Wat is hem dan? Ik woon hier zo op het hoekie. En ook voor mij eigenlijk ook te groot, maar... Wel mooi hè, die bomen zo. En lekker onderhouden. Ja, het ziet er goed onderhouden, ja. Nee, absoluut. Moet je dat niet een keer bijwerken? Nee joh, ik zit hier en ik heb het idee dat ik binnenkort moet ik er sowieso uit.
Maar hoe lang het gaat duren of dat ik eruit moet, weet ik niet. Je hebt de huur niet meer betaald. Ja, ik heb betaalde huur netjes, maar ik krijg wel heel veel rekeningen binnen hier van de huurder. Dus van de verhuurder. Huh? Ja, en die stapelt zich een beetje op. Dus hoe lang ik hier kan blijven zitten, weet ik nog niet. Maar goed, en daarom, ja, je zal het zien. Word je echt uitgezet? Nee, ja, er is wel iemand aan de deur geweest een keertje van, hé, hoe zit dat? Ik zei, ja. Hoe kan dat dan? Ja, volgens mij die man die het verhuurt, die... Die ligt je op? Nee, die woont nu niet in Nederland en die heeft dit huis verhuurd en die heeft wat rekeningetje open. En daarom moet jij eruit? Ja, uiteindelijk als het niet meer betaald wordt, dan... Dus jij wordt er gewoon, dus jij betaalt netjes de huur, maar degene van wie het is, die betaalt niet? Dat zou kunnen, ik weet het niet, maar... En dan word jij eruit gezet? Dat was toen iemand aan de deur en dan was het uiteindelijk... Deurwaardertje gewoon? Ja, uiteindelijk... Die heeft de bank meegenomen? Nee, ze zeiden gewoon netjes van, hey, je moet even betalen. Ik zei, ja, nou, dat ben ik niet, want ik huur het. Ja. En toen zei ze, ja, oké, je moet er toch even achteraan gaan, want anders kan het consequenties hebben voor jou. Dat zeiden ze tegen mij. En dan moet je eruit? Ja, ik moet er sowieso binnen een paar maanden wel uit. Wil je een oproepje doen of je bij iemand in mag wonen? Nee, dan komt er weer een ander mooi huis hier in de buurt. Joh. Misschien dat je dan toch de overkant park wat ruimer, hè? Nee, dat gaan we niet doen. Laten we eens even Manouk. Zijn moeder is de vrouw? Nee, ja, dat is mijn vriendin, ja. Dus, maar, die is er ook? Was weer thuis. Nee, die is er niet. Nee, die is gewoon... Laten we dan, zolang je er nog woont, kijken wat er is. Kijken wat er is. Nou ja. Hé, jongen. Jezus, lijkt wel een polbeer, man. Een wolf, hè? IJsbeer. Die haat natuurlijk ook als een malle. Ja, wel een beetje. Ik denk dat de cameraman bang is voor hem. Echt waar? Ja, die is heel bang. Echt? Is die, ben je bang? Misschien kun je hem naar binnen halen. Ben je bang? Ja, joh. Hey. Nou, tegen lange gasten, dan bijt hij nog wel eens in de enkels. Ja. Zo, nou. Dit is het. Dit is dan best keurig. Ja, het is een mooi huis. Alleen, ja, wat ik zeg, het is een beetje leeg. Normaal, als je weet dat je hier voor een langere periode gaat wonen. Je hebt gewoon nagedacht. Als die deurwaarde weer komt, ze kunnen nu haast niks meenemen. Nee, zeker. Maar nu toch even het hoogtepunt. Althans, ik had het begin van het seizoen sprak ik jou. Ja. En weet je nog waar het hele interview eigenlijk over ging? Ja, over vrouwen hier in de regio. Ja. Prachtige vrouwen hier, man. Nou ja, die moet je maar even laten zien dan. Je hebt ze nog niet gevonden? Nee, ik heb ze nog niet gevonden, dus misschien kan je handje helpen. Je kunt hier in de buurt tinderen en dan tref je ze allemaal. Ja, waar joh? Nou, die tips zijn welkom. En het is gelukt. Ja, tenminste, zeker, komt ze hier uit de regio. Absoluut, ja. Het is echt een Zwollenaar. Ja, het is een Zwollenaar, ja. Ze komt uit een dorp hier... Ja, net buiten Zwolle. En ik had je geadviseerd van, joh, ga Tinder. Ja, en dat is gelukt? Nee, het is niet via Tinder. Nee, niet via Tinder. Daar wezen ze je allemaal af. Nee, ik heb het niet geprobeerd, moet ik eerlijk zeggen. Je hebt gewoon niet op Tinder gezeten. Nee. Hoe lang zijn jullie al? Ja, nog kort hoor. Nog kort. Ja, hoe lang is het kort? Ja, twee maandjes. Twee maandjes. Ja, een maandje, twee maanden. Je zijn en nog verliefd. Ja, zeker. We zitten nog een beetje... Nee, joh. En hoe heb je jou ontmoet? Ze werkt ook bij PEC, dus... gewoon? Ja. Die zit achter de receptie, of? Nee, die achter de receptie, ze is accountmanager. En als je dan straks weer een andere club hebt, dan kijk je daar wat er op het kantoor zit. Ja, daar zijn ook al bang voor, maar nee, joh. Dat is al besproken, nee, zo. Nee, ja. En gaan jullie nou ook samen wonen, of is het allemaal nog veel te ver? Nee, dat is veel te ver weg, ja. Kinderen hoef ik ook nog niet over te beginnen. Nee, ik hoef niet te beginnen. Nee, joh, wat ik zeg, nu is het leuk. En, het is gewoon alleen de hond nu. Nu is de hond en... Die moet plassen, of? Ja, die moet zo wel uit, ja. Maar je bent wel lekker normaal. Niet aan de riem, geen poepzakje mee, gewoon hop. Nee, de poepzakje heb ik niet bij me, nee. Nee, het is alleen vervelend. Kijk, je moet natuurlijk... Als iemand er anders erin stapt, is ook niet jouw probleem. Nee. Ja. Kijk, als je het hier zo... dat zou vervelend zijn voor de mensen die hier wonen. Ja, dan pak je het gewoon met de hand op. Nee. Dan, normaal heb ik een zakje bij me. En dan hou ik het weg hier. Ja, is echt zo. Is echt zo. Okay. Maar als ik kijk wel meestal even zo, even één keer links, één keer rechts, of als ze hem in de gaten hebben. Zeg maar. Ja. Hier, daar gaan we. Oh, daar gaat hij. Ja. Je hoort hem ook al, dat beestje. Dan wordt hij helemaal gek. Dus nu komt hij straks met de avondmaaltijd terug? Nee joh, hij komt er nooit bij. What the fuck? Maar dat is ook... Dit vind jij allemaal wel best goed. Ik vind het allemaal goed, ja. Maar normaal, eenden, zeg maar, die laat hij ook gewoon voor wat het is. Je kan die een beetje energie kwijt, toch? Ja, tuurlijk. Ja, en hoop. Kijk, en dan moet je gewoon een beetje zo, een beetje daarin kijken. Want kijkt. Ja. Denk je dat de politie komt als ik bel, dat er gewoon een hond wild poept? Nee, denk ik niet. Kan dat voordat zij er zijn, ben ik al lang weg, joh. Ja. Hè? Ja. Ja, tuurlijk. Leo. Asociaal, hè, dat hij niet aan de riem zit. Ja. Kom eens hier. Ik zal mijn bondenboekje er wel even bij pakken. Ja, gaat u hem op de bond slingeren? Ik zal even meteen mijn boa-ding laten zien. Nee, grapje. Ja, joh.
in ieder geval bedankt. Ja, nee, maar probleem. Ik zei al tegen hem, dat kan echt niet. Nee. Hij laat, hij zei hond, het net inderdaad. Hij laat die hond ook altijd poepen zonder het op te ruimen. Ben je Dennis? Huh? Oh nee, toch niet. Nee, ik dacht je Dennis van de Groningen was. Nee. Zo'n stem had je een beetje. Ja, nee, ja. Dat hoor ik wel vaker. Maar, zullen we verder lopen? Ja, hey, we gaan er even door. Dat is mijn tweelingbroer. Dat is echt op het moment altijd dat je denkt, dan moet je zo snel mogelijk weg. Ja, Mike, sluit hem af. De hond kijkt mee. Ja. Zielig, hè? Nee joh, hij vindt het lekker om buiten te zijn joh. Als hij nu de deur open doet, blijft hij ook buiten. Hij kijkt ook zo alsof hij er veel om heeft dat hij daar zit. Nee echt, hij is het liefst is de hele dag buiten joh. Of het nou vriest of niet. Even een dikke jas aan hè. Ja. Ja, vriendinnetje nu, wat zijn de toekomstplannen? Nee ja, die zijn nog niet. Nu hebben we het leuk en... Maar ik bedoel het gewoon voor jou, hoe gaan jouw komende jaren eruit zien? Wat is je doel? Heb je nog een doel? Nou... Ja, tuurlijk, ik heb altijd wel een doel en... Ik ben nu naar PEC gekomen en de laatste weken gaat het goed. Dus ik hoop dat ik dit door kan zetten. En, ja, voor de rest heb ik niet iets in mijn hoofd van, nou, als ik dit doe, dan kan ik misschien nog een keer daarheen. Nee, of zover kijk ik niet van. Het zou leuk zijn op het einde nog een keer ergens... Ja, waar we het net over hadden, toch? Weet je, het zou mooi zijn als je nog een keer... Klappertje kunt maken. Ja, voor... maar goed. En, maar jij bent volgens mij ook gewoon als het goed is, is het goed? Absoluut. Ik, lekker makkelijk. Wat ik zeg, ik heb een fantastisch leven zo en ik heb een fantastisch beroep. Maar ja, mij hoor je niet klaar. Je hebt maar één ding, je moet een nieuw huisje zoeken, hè? Ja, dat wel. Voordat de deurwaarder weer komt. Dat wel, ja. Als ze voor mijn deur staan, dan schoppen ze me dadelijk echt uit. Maar goed, wat je wil, joh, neem lekker die bank mee. En dan heb je me ook niet mee. Succes, Mike. Ja, bedankt. Thanks. Leuk dat jullie er waren. Yes.